Welkom, dames en heren, bij de sessie Applicatielandschap in Verandering. We gaan het hebben over de veranderingen die we zien in de DLO. We gebruiken daar vaak beelden voor. Een verbeelding uit 2008 over hoe de digitale leeromgeving er in 2020 uit zou zien, was echt beelden van science fiction. Bijvoorbeeld een geïmplanteerde chip met je persoonlijke leeromgeving onder je huid. Dat gaat misschien wat ver, maar wat men toen wel al zag was het gigantisch belang van video. En men dacht ook aan hologrammen waarin docenten geprojecteerd werden. En dat is misschien toch nabije toekomst. Wij gaan het hier hebben over de digitale leeromgeving. Interessant is dat we een beeld gebruiken, juist een middeleeuwse metafoor voor het beschrijven van de digitale leeromgeving. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. En dat is dan de burcht waarin de kern- en basisregistraties opgeslagen worden. Dan de applicaties voor leren en onderwijs en onderzoek in de stad. En op het platteland de applicaties die de gebruikers zelf installeren. En onlangs zag ik een hele interessante metafoor voor de leeromgeving in de vorm van een hamburger, het hamburgermodel van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En daarin zie je eigenlijk ook een beetje de historische ontwikkeling van een simpele hamburger tot een rijk gevulde Big Mac. En die rijk gevulde leeromgeving is misschien ook wel voor de docent soms wat moeilijk te behappen. Nou, over dat onderwerp gaan we het hebben in deze sessie. En ik heb hier aan tafel dus een aantal mensen die daar wat over kunnen vertellen. Bijvoorbeeld Riet Austi, informatiemanager van het ROC Zadkine. Huib Langeberg van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Sijo Dijkstra, de product owner van de leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam. En rechts van mij mijn collega Lianne van Elk, die een onderzoek gedaan heeft naar de stand van zaken van het applicatielandschap. En daar gaan wij zo mee beginnen, maar daarvoor attendeer ik jullie erop. Ik zie al een heleboel mensen die zich aangemeld hebben via de chat. Wij proberen daar interessante vragen uit te halen en die misschien hier ook aan tafel te bespreken. Maar allereerst Lianne, jij hebt een onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het applicatielandschap. Wat is daarin opvallend? Ja, het onderzoek. Dat hebben we dit jaar voor de derde keer gedaan. En daar hebben 34 instellingen aan meegedaan, 22 hogescholen en 12 universiteiten. We hebben gevraagd naar hoe het staat met de ontwikkeling van de digitale leeromgeving. En opvallend was dat een kwart van de instellingen zegt dat ze midden in grote veranderingen zitten. 2 jaar geleden was dat nog 64%. Dus dat is een groot verschil. En veel instellingen zeggen nu dat de grote veranderingen wel achter de rug zijn. En dat ze nu wel zitten in een stadium waar een continue doorontwikkeling gaande is. Maar de grote veranderingen zijn achter de rug. Verder hebben we gevraagd naar welke applicaties ze gebruiken. Dat hebben we geordend naar componenten van de leeromgeving. En dat hebben we in een infographic neergezet en die is via onze website te zien. Ik weet niet of dit nou goed leesbaar is. In totaal hebben die 34 instellingen aangegeven dat ze meer dan 220 applicaties gebruiken. En 60 daarvan werden door meer dan 3 instellingen gebruikt. Het derde deel van het onderzoek is dat we gevraagd hebben naar hoe het gaat met de digitale leeromgeving in de tijden van corona. Daar was eigenlijk goed nieuws, want driekwart van de instellingen gaf aan dat ze met de huidige digitale leeromgeving eigenlijk de coronaperiode heel goed online onderwijs konden opvangen. Een kwart van de instellingen zei van grotendeels ging dat, dus dat is eigenlijk heel mooi om te horen. Waar lagen dan nog wel de problemen? Rondom toetsen is een lastig punt. Het vormgeven van interactie met studenten. En de combinatie van online en digitaal onderwijs. Dat zijn punten waar het nog wel lastig was. Dus dit zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Ja, mooi. Dankjewel, Lianne. De infographic die vind je natuurlijk op de website van SURF. Onder het kopje digitale leeromgeving. Mooie plaatjes, interessante grafieken, maar we zoomen nu in op de praktijk. En als eerste ga ik naar Huib. Esther van Popta, een collega van jou, die heeft dat hamburgermodel bedacht. En dat geeft aan dat jullie nadenken over die digitale leeromgeving. Wat is de stand van zaken bij jullie en hoe heb je de laatste tijd daar mee gedeeld?
Ja, wat ik kan vertellen, we hebben natuurlijk vanuit de lockdown meegekregen dat er op dat moment heel erg behoefte was aan laagdrempelige tools om interactieve werkvormen met studenten te kunnen vormgeven. Maar ook tools om weer in contact te komen met studenten. Nou, vanuit het project DeelWio waren wij natuurlijk al heel erg bezig om vorm en inhoud te geven aan het applicatielandschap. En je merkt dat door corona dat wel in de versnelling is gekomen, ook op scherp heeft gezet. Wij waren al aan het experimenteren bijvoorbeeld met MS Teams bij een aantal opleidingen. Nou, die ervaringen waren goed. En we hebben toen in een weekend besloten van nou, wij gaan dat nu versneld aanzetten voor alle studenten en docenten dat daarmee gewerkt kan worden. Wat je nu dus wel merkt, is dat er nu wel vraag gesteld wordt van ja, maar wat is dan die positie van Teams in dat hele landschap? Wat gaan we daar wel en wat gaan we daar niet mee doen? Dat is wat we nu merken. Ja, dat is natuurlijk een spannende exercitie. Ja. Want het heeft ook te maken met die componenten waarin wij proberen vanuit Surf dan dat digitale landschap een beetje te ordenen. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd applicaties die meerdere componenten afdekken. Nou is de situatie in ROC-land eigenlijk wel overeenkomstig met die van het HBO qua omvang en qua gebruik van applicaties. Riet, hoe is dat nu bij jullie op dit moment? Klopt, ik denk dat het zeer vergelijkbaar is, want wij hebben ook veel verschillende vormen van onderwijs met 12 scholen. De infrastructuur was goed op orde, dus wij konden snel veel mensen online zetten. Er werd al veel gebruik gemaakt van MS Teams. Wat je wel ziet is dat er een hoeveelheid applicaties aan boord is gehaald gedurende corona, waardoor er een soort wildgroei is ontstaan, waarbij we veel moeten waken voor een stukje veiligheid van data. En waarbij we graag de begeleiding van docenten nog meer nadrukkelijk op orde moeten hebben. Want die hebben natuurlijk een hele zware tijd. Want ik geef het je te doen in deze tijd docent zijn. En dan is het veel fijner als je iets minder applicaties hebt en daar de ondersteuning veel beter op kunt bieden. Want die ondersteuning is natuurlijk ook essentieel in deze tijd. En jullie zijn daarmee bezig om daar iets voor te ontwikkelen ook, hè? Ja, want als je om je heen kijkt, dan kijk je naar hogescholen en universiteiten en die lopen een beetje op ons voor. En die hebben daar middelen voor ontworpen. En wij hebben nu het idee om een zatkiende propeller te maken, waarbij de docent makkelijk zijn weg vindt om voor een werkvorm een bepaald tool te kiezen. Zodat wij ook specialisten hebben op die tooling en de professionalisering daaromtrent veel beter kunnen inrichten. Ja, want die ondersteuning van docenten is natuurlijk essentieel in deze tijd, maar dat moet ook allemaal op afstand gebeuren. Hoe hebben jullie dat opgepakt, Huip? Ja, wij hebben toen voor de zomer hebben een multidisciplinair team samengesteld met AV, ICT, Service Desk en DLBO-experts. Ook letterlijk online bij elkaar gezet om dus ook heel veel van die vragen van docenten op te vangen. En je merkt in de eerste instantie waren dat heel veel technische vragen, hoe werkt het? Toen kreeg je meer de functionele vraag, wat kan ik ermee? En nu heb je heel veel vragen van, oké, hoe ga ik nu online en face-to-face? En wat ga ik met andere thema's, wat ga ik daarmee doen? Kijk, je merkt enerzijds dat de academici zoeken naar tooling die ze vrij kunnen gebruiken. Maar tegelijkertijd ook wel de hang naar van, goh Hans, zeg maar wat nou de basistools zijn. Want dan kunnen we daarmee aan de slag. Kijk, wat mijn collega Esther ook refereerde. De grote uitdaging zit er ook nog in om al die tools aan elkaar te knopen. Dat het er wel uitziet als één interactielaag. Ja. Dus dat je niet helemaal verzandt in alle tooling. Ja. Dat is natuurlijk die integratie en dat is natuurlijk een onderwerp waar we vanuit Surf al heel intensief mee bezig zijn. Nou weet ik wel, de afgelopen tijd hebben een heleboel hbo's en universiteiten eigenlijk een beetje noodgedwongen een nieuw LMS aangeschaft. Bijvoorbeeld de UvA. En mijn idee is dan, nou dat is geïmplementeerd. Ik begreep altijd dat men daar heel tevreden over is. Dus jij bent klaar, zie je, als product owner. Nee, wij zijn niet klaar. Ik wil ook zeggen, eigenlijk gelukkig niet. Ik denk juist dat het belangrijk is om ook continu door te ontwikkelen aan die leeromgeving. Om die leeromgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeftes van het onderwijs. Dat zie je juist ook in de coronatijd, wanneer die behoeftes ook ineens veranderen. En wij hebben ook dankzij de succesvolle Canvas-implementatie ook echt een format neergelegd waarin we die doorontwikkeling kunnen ondersteunen. En dat blijkt dan ook heel goed te werken op het moment dat je dat nodig hebt. Dus we hebben de afgelopen periode ook steeds verder gewerkt aan nieuwe integraties, aan het verbeteren van bestaande integraties. En op die manier zitten we nog steeds in het proces van de doorontwikkeling van de leeromgeving. Ik wil niet zeggen, wat is nou jouw belangrijkste inzicht in deze periode?
Nou, wat ik heel leuk vond om te merken toen ik die enquête invulde samen met de informatiemanager onderwijs van de UvA, is dat ik constateerde, ik was me helemaal niet zo van bewust, dat we de afgelopen jaren een enorme beweging, sterke beweging naar de cloud en naar SaaS-applicaties hebben doorgemaakt. En dat is echt opvallend. Bijna alle onze applicaties nemen wij af als clouddienst of als SaaS-oplossing. En dat is echt van enorm belang ook gebleken toen we half maart die omslag moesten maken van onderwijs deels op locatie en deels online naar volledig online onderwijs. En wij konden daardoor ook die overgang eigenlijk best soepel maken. Al onze systemen bleven in de lucht. Ik wil niet zeggen dat we geen uitdagingen hadden in die periode, want ja, docenten en ondersteuners die hebben het echt wel zwaar gehad om eigenlijk alle onderwijsvormen en toetsvormen naar een online variant over te zetten. We hebben met ons team ook heel hard gewerkt. In de cruciale week lag onze applicatieserver eruit. Het was eigenlijk heel pijnlijk, omdat daar ook de belangrijke onderwijsdiensten niet toegankelijk waren. En ook met toetsen en proctoring hebben we wel de nodige uitdagingen. Maar daar zijn we dan tegen aangelopen. Oké, ik wil even een moment naar de chat. Wat is daar voor interessants binnen? Ik zie een hele grote, die wordt nu uitgelicht. Ja, er is een vraag gekomen van in hoeverre het onderzoek wat SURF gedaan heeft representatief is voor Nederland. Omdat deze meneer aangeeft dat Moodle ontbreekt in de infographic. Het onderzoek is echt in het hoger onderwijs gedaan, dus bij universiteiten en hogescholen. En daar hebben, wat ik al zei, 34 instellingen aan meegedaan. Dus 12 universiteiten en 22 hogescholen. Dat is toch een redelijk groot aantal. In de infographic hebben we per component aangegeven wat de meest gebruikte zijn. Dus het wil niet zeggen dat Moodle helemaal niet aangegeven is, maar het wordt niet het meest gebruikt in het onderwijs. In het hoger onderwijs, en ik denk eigenlijk dat het ook wel klopt. Want Moodle wordt wel gebruikt, maar het is denk ik niet de grootste applicatie. Oké, goed. 22 hogescholen. 12 universiteiten. Ja, wij waren er wel heel blij mee dat eigenlijk de respons voor ons idee wel heel goed was. Want er zijn natuurlijk 14 universiteiten in Nederland, dus 12 die meedoen, dat is het grootste deel. En ook voor hogescholen, 22, ook wel grote hogescholen die hebben meegedaan, dus die respons die was aardig goed. En dat vond ik ook wel interessant, dat wat jij zegt van... dat is natuurlijk opmerkelijk, hè? Al onze systemen bleven in de lucht. Dat is natuurlijk wel een hele mooie uitspraak altijd met technologie, want het gaat natuurlijk wel eens mis. Maar dat komt volgens jou door die beweging naar de cloud. En als we naar de infographic kijken, dan zien we dus dat er juist in de afgelopen 2 jaar een hele beweging gedaan is. Dat is natuurlijk we hebben een plaatje ook van, zal ik gelijk even erbij pakken. Als we kijken in 2016, toen werd nog aangegeven dat 43% van de applicaties intern gehost werd door de instellingen. En in 2020 was dat nog maar 14%. Dus eigenlijk in die afgelopen jaren is dat flink nog... En ik wil niet zeggen, overigens misschien nog even terugkomen op net, dat het onderzoek heel representatief is voor heel Nederland. Want het is natuurlijk een beperkt aantal dat heeft meegedaan. En het is ook door één iemand ingevuld, dus je weet... Maar het geeft wel heel duidelijk, denk ik, die trend aan. En wat ik van Sayo hoor, is dat het inderdaad ook wel herkenbaar is bij wat voor jullie speelt. Ja, heel herkenbaar. Ja. En het heeft ons ook echt geholpen, denk ik, in die omslag naar online onderwijs, dat wij schaalbaar waren. Ja. Nou, hoorde ik nog in ons voorgesprek 2 interessante dingen. Riet, jij zegt van, juist in deze tijd is het feit dat wij die basis op orde hebben en die infrastructuur op orde is heel belangrijk. Klopt dat? Ja, want daardoor hadden we 2 weken na de lockdown 15.000 studenten online zonder problemen. En dat was puur omdat mijn collega van Operations de basis zo goed op orde heeft. Want ook het allemaal online en Microsoft zet alle zeilen bij om in de terminologie van SURF te blijven. Maar dat heeft uitstekend gewerkt. Ja, dus dat is de ene kant, die basislaag, informatie op orde, standaardisatie. En dan ook de mogelijkheid natuurlijk om koppelingen te maken. Dat zit wel in jouw verhaal. Maar wat Huib zegt is vooral van maar we moeten vooral blijven experimenteren. Ja, wij hebben in het project natuurlijk op een onderzoeksmatige wijze zijn wij op zoek gegaan naar daar waar het beweegt. Dus de opleiding die hebben aangegeven, wij willen aan de slag met thema programmatische toetsen, internationalisering, virtual classrooms, noem maar op.
En dat is, je merkt nu dat wij ook toen we daar 2 jaar geleden volop in hebben gezet, dat we eigenlijk heel veel goede, we hadden heel veel dingen op de plank liggen al tijdens coronatijd. Van, oh, we hebben ervaring daarmee. Oh, we hebben ervaring daarmee. Oh, we kunnen bij die club aankloppen, want die heeft dat al gedaan. En daarmee kun je dus de rest, hè, de rest van de groep die dan volgt, kan je heel goed meenemen het verhaal van, omdat je al in een experimentele aanpak al die mitsen en maren eruit hebt gehaald. Dus je kan ook goed, je komt een goed besluit uit en je zegt van, oké, het is handiger om met die tool aan de slag te gaan dan met die tool. Want de ervaring is, nou, niet de AVG-proef, hè, daar komt er alles bij kijken. Dus ja, dat scheelt heel veel ruis op de lijn. En dat is eigenlijk wat jullie ook met die propeller willen. Ja, en dat herken ik ook wel, want we hebben een aantal lokalen in small, medium, large, extra large uitgerust met allerlei extra tooling qua goed geluid, goed beeld, zodat echt hybride onderwijs mogelijk is. Want in het mbo is praktijkonderwijs heel belangrijk, dus we hebben een aantal in de klas en een aantal online. En daar zijn we nu, daar zijn we echt, wat jij ook zegt, mee gaan experimenteren om te kijken wat is de beste digitale didactische vorm om daarin te gaan lesgeven, zodat iedereen ook aangesloten blijft en bij de les blijft en niet zijn scherm op zwart zet, zodat je veel interactie krijgt. En welke tooling je dan moet gebruiken, is echt experimenteren. En dat doet onze afdeling innovatie. En inmiddels heeft zich een expertgroep gevormd die daarin experimenteert om de rest van het docentenkorps daarin mee te nemen. Is dat ook bij jullie zo, Sayo, die didactische ondersteuning? Of zit dat niet in jouw project of zo? Nou, die zit niet in ons team. En ik weet nog heel goed, vrijdag 13 maart was de laatste dag dat we met ons team bij elkaar zaten in de teamruimte. En een van mijn teamleden zei van, we moeten nu een format neerleggen voor een website om, als we straks thuis zitten, dat de docenten goed ondersteund kunnen worden. Dus we hebben toen die website als raamwerk opgezet. En bij de UvA is dat, dus die didactische ondersteuning is weer, die is belegd bij de Teaching and Learning Centers. En die hebben na die 13e maart dat format verder ingevuld om docenten zo goed mogelijk te ondersteunen bij de omslag van onderwijs op de campus naar online onderwijs. Ja, en jij schreef ook laatst dat je wel respect hebt voor al die docenten die dat. Ja, ik denk dat het een hele. Niet voor de voorlopers. Je hebt natuurlijk verschillende types docenten. Je hebt docenten die dat ook weer als een leuke uitdaging, een goede uitdaging zien. Maar ik denk juist ook voor die docenten die wat minder ICT-vaardig zijn, is dat echt een pittige klus geweest, denk ik. Ja. Nog even terug naar het onderzoek, Lianne. Wat zijn er nou nog meer dingen die eruit komen? We hebben dus die beweging naar de cloud gezien, heel belangrijk. De beweging naar de cloud. En eigenlijk wordt ook nog gezegd, want we hebben ook gevraagd van, wat verwachten jullie nu voor de toekomst? Nou, voor de nabije toekomst zeggen de meeste instellingen van, verwachten we geen hele grote veranderingen, want we zijn nog heel erg druk eigenlijk nog met het online onderwijs goed opvangen, om dat goed neer te zetten. Als we dan naar langere termijn gaan kijken, dan is een van de dingen die genoemd worden ook nog steeds nog meer naar de cloud. En daarnaast wordt genoemd dat er nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs ingespeeld moeten worden, zoals flexibilisering, ook hybride onderwijs dat beter vorm geven. En nieuwe toolingen, applicaties zoals serious gaming en virtualisaties en dat soort zaken. Maar dat is meer iets voor de langere termijn, wordt in ieder geval in dit onderzoek gezegd. Oké. Nog eventjes, als afsluiting ook. Huib, heb jij nog iets waarvan je zegt, ja, dat wil ik wel eventjes hier op tafel. Ik ben zelf docent geweest en ik merk, soms ben ik nu blij dat ik nu niet even voor de klas sta. Denk, want het is echt lastig om nu als docent op individueel niveau te bepalen van, oké, wat doe ik wel en wat doe ik niet. Dus daar de juiste keuze te kunnen maken. Dus wat wij ook proberen te doen, ook echt docententeams daarin te ondersteunen. En je merkt nu dat het, soms piept en kraakt het ook echt wel binnen opleiding. Dus dat lastig is. Dus als ik nog even refereer naar die hamburger. Ik denk dat het heel goed is dat je als instelling heel goed duidelijk maakt van, oké, beste opleidingen, dit is nu het keuzemenu. Dit zijn de smaken die er zijn. En dat is het even. Want het is coronatijd, dus de menukaart is ook even, die is beperkt. Hè? Die blijft dan blijft het geheel behapbaar. Ja, dat weet ik. Die Herman de Blijker die restaurants. Die zegt altijd, die kaart moet kleiner. Dus, en dat hoor ik eigenlijk ook wel bij Rieten. Ja, klopt. Want als je de tandheelkundige opleiding wil ondersteunen en de Veiligheidsacademie, heb je al zoveel smaken daartussen nog weer. Zodat je moet oppassen dat je niet te veel applicaties aan boord hebt. Want daar kun je je begeleiding niet op instellen. En je moet juist, wat Huip ook zegt, die ondersteuning aan die docent faciliteren. Zodat die niet met zijn handjes in zijn haar staat van, hoe ga ik dit in godsnaam doen?
toch merken wij dat er ontzettend veel applicaties steeds bijkomen. Ja. Dus dat is wel een spanning. Hè? Jij zegt zelf van, we moeten blijven experimenteren. Dus je moet wel de innovators erbij houden. En de andere, dus daar zit een spanning. Klopt dat, Sayo? De spanning tussen veel en goed of zo? Nou, ik ben het wel met Riet eens dat je heel kritisch moet blijven kijken naar hoe het landschap eruit ziet. Wij hebben in no time nu Zoom aangeschaft. Hebben ondertussen ook Teams operationeel. Onze leeromgeving had zelf nog een videotool. Ja, je wilt niet al die videotools in je landschap hebben zitten die min of meer hetzelfde doen. Dus het blijft een belangrijke. Ik heb een vraag die hierop aansluit. Want hoe geef je nieuwe applicaties of start-ups dan nog wel een kans? Als je zegt van we moeten het beperken. Ja. Dat past misschien wel bij de aanpak die wij kiezen. Hè. Als je een goede, de vraag achter de vraag. Nee, ik ga even terug. Wat je vaak ziet is dat docenten die komen aan, ik wil aan de slag met tool X. Dan denk je, oké, dat kan. En dan ga je het hele traject in van we gaan met tool X. Je kan ook met die persoon verder in gesprek van, oké, ben jij de enige of is het hele docententeam? Welk didactisch concept zit daaronder? En dan heb je het veel meer over die componenten van de DLO. Oh, je wil iets met begeleiden, je wil iets met formatief toetsen. Nou, en dat gesprek kan je dan, nou, omvormen klinkt zo, maar dan kan je zeggen, goh, daar hebben experimenten mee gedaan met andere tools die eigenlijk, ja, die 80-20 regel krijg je dan, die eigenlijk ook wel heel goed in jouw setting past. Maar wat ik al zei, daar heb je wel die experimentele aanpak voor nodig om dat gesprek te kunnen voeren. Want dan uiteindelijk wil een docent ook ontzorgd worden. He, die heeft zoiets van, ik zie hier, ik kan nu niet het onderwijs geven wat ik graag zou willen. Dus ik mis een tool, ik mis een stuk gereedschap. En uiteindelijk maakt het dan volgens mij niet uit, of, nou ja, natuurlijk wel, je wil hem geen hamer geven als hij schroevendraaier nodig heeft, maar wel van, goh, volgens mij ben je met deze set tooling ben je ook heel goed geholpen. Ja. Ja, veel meer bewustwording creëren van dat er ook nog 6 anderen zijn. Want ze gaan zelf op zoek en komen een tool tegen en wij hebben dan ook een intakeprocedure voor nieuwe software en we zetten de deuren echt niet dicht. Maar we kijken wel goed naar wat is de vraag achter de vraag, wat Huip ook zegt, waar ga je het voor inzetten. Ja, er zit een spanning, hè? Want het was Johanne de Groot, dacht ik. Het is natuurlijk wel, er is een spanning. Hè? We willen ook natuurlijk die edtech-zone, hè? Al die leveranciers, die willen we natuurlijk bij de les houden en de tooling laten maken die we nodig hebben. En aan de andere kant is het natuurlijk een beweging van, ja, we hebben al zoveel in huis. En daar zit gewoon een spanning. Klopt. Dat is gewoon zo. Misschien is het leuk om even nog naar de toekomst te kijken. De toekomst. Ja. Goed. Ik had er net al wat over gezegd, uit het onderzoek kwam inderdaad. Maar misschien is het ook leuk om te weten hoe jullie daar tegenaan De toekomst, zei je al. De toekomst. Even uit je losse pols, de toekomst. Na de coronatijd, blijven we dan online onderwijs? Ik vind het wel, een paar hele leerzame dingen in de coronatijd. Dus dat je hele grote delen van het onderwijs online kunt geven. Ik heb ook gemerkt dat je als grote organisatie ook in staat bent om heel veel tempo te maken als dat ook echt noodzakelijk is. Ik vind het echt wel een leermoment. Wij doen het, vaak wordt er lang gedaan over de voorbereiding, de besluitvorming, de implementatie. En soms kun je ook gewoon in een week dingen doen waar je anders 3/4 jaar voor deed. Dus mijn verwachting is wel dat delen van het onderwijs wel anders uit gaan zien. Dankzij de ervaringen die we de afgelopen 8, 9 maanden hebben opgedaan. Riet, ik vind het altijd heel spannend in het mbo, die verplichte contacttijd. Hè? Ja, klopt, begeleide onderwijstijd. Hoe zit dat daarmee? Want als we dat is, online dat is toe je met de directies en de mbo's en het onderwijsministerie. Want de ruimte in de regels heten de boekjes ook, die je moet zoeken om begeleide onderwijstijd. Want een mbo-opleiding is opgebouwd uit onderdeel van begeleide onderwijstijd. En welke online variant is begeleide onderwijstijd? Dus daar is... daar zijn de regels nu niet meer keihard en dan moet je de juiste vorm in zien te vinden. Want je moet daar wel op rapporteren, want zo werkt het binnen het mbo. Dat is ook iets voor de toekomst? Dat blijft ook zo, denk ik. Maar daar zal meer ruimte in die regels moeten komen ten aanzien van digitaal en hybride onderwijs. Ja. En afstandsonderwijs en meer aansluiting nog op het bedrijfsleven. Want zeker nu in deze periode waarin een mbo-opleiding en stage heel belangrijk is, vinden we nog meer aansluiting bij het bedrijfsleven. En leven lang leren wordt daar meer een keuzevariant in geboden. Dus we hebben een uitdagende toekomst waarin digitalisering zeer helpt. En de snelheid waarmee we het nu hebben kunnen schakelen, dat we die mogen vasthouden. Want dan
denk ik dat we heel mooi onderwijs kunnen verzorgen. Maar ik hoorde ook bij jou net voor deze sessie van een heleboel docenten die gaan hollend terug naar... Nou, niet een heleboel, maar er zijn er inderdaad als je praktijkonderwijs geeft en je hebt daar bewust voor gekozen om voor de klas te staan in praktijkonderwijs, dan is het echt wel een hele harde dobber dat corona zo lang duurt. En dan heb ik het echt wel met die docenten te doen en ook met die student die hiervoor gekozen heeft om in de bakkerij te staan. Ja. En we doen het nu allemaal in plukjes. Maar het is wel een enorm uitdagende tijd. We kwamen daar ook natuurlijk nog even op terug van... Oké, als we dus meer online gaan doen, ook na de coronatijd... wat doen we dan in het contactonderwijs? Huip, ik kijk hoopvol naar jou. Ja, daar hadden we het voor de sessie ook al over. Wat volgens mij nu gaat gebeuren is... dat gesprek komt van wat is nou de meerwaarde van de campus? Hè? Waar komen studenten voor? Daar hebben we voor de zomer ook uitgevraagd van... goh, waar zou je... Toen wisten we nog niet dat het zo lang ging duren. Maar waar zou je voor terugkomen? Nou, die zeggen, voor mijn vaardighedenonderwijs, praktijkonderwijs. Voor het sparren met experts. Voor het in kleine groepjes kunnen werken. Gewoon voor een goede bak koffie met mijn vrienden. Ik denk, ja, dat is wat je nu zo ook ziet als ze er zijn. Dus je merkt dat nu ook in aanvragen en in inrichting van lokalen. Maar ook in verbouwingsplannen. Dat er wel dat gesprek over die toekomst van, hey, wat doen we op de campus? Nee. En waarmee, wat doen we online en wat... creëren we dan aan ruimte letterlijk op die campus. Ja. Ja. Dus dat de contacttijd wordt quality time. Ja, de intervisiewerkvormen, dus dat intensieve onderwijs, die echt op die campus gaan plaatsvinden. Ja. Dus dat zit eigenlijk een beetje, het HBO zit alweer mooi tussen, deze twee verhalen. Daarom hebben we de setting ook zo gekozen. Ik kijk nog even naar het scherm van Marijn Boon. Ja, er komt een vraag over hoe learning analytics eventueel ingezet kan worden om die voortgang en die engagement in kaart te brengen. Ja. Heeft iemand daar een... Het is een lastige, moeilijke vraag. Het is een goede vraag. Het blijft stil aan tafel. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat learning analytics best nog steeds een lastig onderwerp is. Om dat goed voor elkaar te krijgen. Dat werd wel ook in de enquête toch nog gevraagd, of niet? Naar learning analytics, naar toepassingen daarvoor, inderdaad. Ja. Met datagestuurd onderwijs en het verzamelen van informatie omtrent wat de student doet enzovoort, daar moet nog een hele ontwikkeling plaatsvinden, omdat het zoveel gediversifieerd is. Ja. Dus je kunt niet zomaar één dataset over iets heen leggen om daar conclusies uit te trekken. Dus je zult nog veel meer data op een goede wijze moeten verzamelen om daar de juiste analyses aan te doen. En daar is wel een speciale groep al mee bezig binnen Sambo ICT ook, om datagestuurd onderwijs te faciliteren. Ja. 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 En ook in het versnellingsplan. En SURF heeft ook een programma over learning analytics. Dus daar wordt gewerkt. Maar denk ik ook waar je learning analytics voor inzet. Hè? Zet je het in voor het managementteam op te sturen op kwaliteitsgegevens? Zet je dat in voor een opleiding? Van, goh, met deze toetsen sluiten we in aan. Of sluit je dat aan voor een docent? Van, hey, hoe gaat het met mijn klas? Of aan de studentkant van, hey, wat is mijn voortgang? En hoe flexibel kan ik mijn eigen onderwijs? Dus volgens mij zit er een hele gradatie in die learning analytics. Even... naar de tijd. Hè? Twee minuten hebben we nog. Twee minuten, dan kunnen we allemaal nog even een uitsmijter. Zij ook. Ja, wat Riet en Lip hadden het al over. Ik pleit echt heel erg voor ruimte om ook experimenten te blijven doen. Als wij voor de corona ruimte hadden gehad of aandacht hadden gehad voor bijvoorbeeld proctoring, dan hadden we die kinderziektes waar we, de technische problemen waar we tegen aangelopen zijn, mogelijk al, waren we die al tegengekomen. En wij creëren bij de UvA en ook bij de HVA ook ruimte voor experimenten met grassroots. Bij een van de faculteiten was ervaring opgedaan met Perusal. Dat was al een verwerkersovereenkomst. En ten tijde van de corona wilden andere faculteiten die tool ook gebruiken. En dan kun je gebruik maken van die ervaring die er al is. En dat maakt het echt makkelijker om al zo'n tool tijd breder... Dus koester de voorlopers. Creëer ruimte voor experimenten. Dat hoorde ik ook bij haar. Ja. En... experimenteren we nog wat in het... We hebben een innovatiebudget. Dus wij zijn drukkende weer met VR en met allerlei toepassingen... Ja. Om daar in praktijkgericht onderwijs de juiste vorm in te kiezen. We zijn met video bezig als het gaat om de aansluiting die wij hebben... bijvoorbeeld met een samenwerkende organisatie in het schoonmaak. Die leerlingen die solliciteren niet meer schriftelijk... want dat leren ze ook bij ons in de vorm van burgerschapsles...
Ik bedank jullie voor dit gesprek. We hadden het best nog een half uurtje verder kunnen gaan. Ja. Ik bedank de kijkers voor het kijken, maar ook voor hun reacties in de chat. We gaan dat allemaal nog eventjes nader bekijken. En voor meer informatie, hou de website van Surf in de gaten. Ik dank jullie allemaal voor jullie bijdrage. Hallo, wij zijn D2L. D2L ontwikkelt software die de leerervaring verbetert. Ons cloudgebaseerde platform Brightspace is de toonaangevende virtuele leeromgeving voor blended en volledig online leren. Het is gebruiksvriendelijk, flexibel en slim. Met meer dan 1300 klanten, 20 jaar ervaring en meer dan 15 miljoen gebruikers wereldwijd verandert D2L de manier waarop de wereld leert. Eén student tegelijk. Nu volgen er twee voorbeelden waarmee elke student bereikt kan worden. De activiteitenfeed en de groepsvoortgang. Het gebruik van de activiteitenfeed als hub op de startpagina van de cursus maakt het de docent vanuit één centrale plek gemakkelijk om te communiceren met studenten over herinneringen, aankomende opdrachten, nieuwe inhoud of discussies. In de wetenschap dat hun inhoud te zien zal zijn. Naast de activiteitenfeed kan de docent met Brightspace groepsvoortgang het verloop van de studenten volgen terwijl zij nog bezig zijn met de cursus. Aan de hand van indicatoren kan de docent potentiële problemen aanpakken voordat het te laat is. En kun je op de lange termijn inspelen op het algehele succes van de studenten. Studenten kunnen via Brightspace, wanneer toegelaten, opmerkingen toevoegen aan de activiteitenfeed om het gesprek te creëren. En het is gemakkelijk om uit te vinden wat er gebeurt en te navigeren naar hun leeractiviteiten. In de leeractiviteiten kunnen de studenten direct zien wat de voortgang is door middel van de vinkjes die aangeven waar een student is gebleven, zodat er transparantie is tijdens het hele leerproces. Verbind de studenten op een leuke en functionele manier met hun studie door de activiteitenfeed toe te voegen aan Brightspace. Wil je Brightspace beter leren kennen? Bezoek dan de surfpagina van D2L om een demo te boeken. Of neem contact met ons op.